is gebroken. Ik voel dat hij gebroken is. Echt waar. Het is nou, gebroken. Nee hoor, dat geloof ik niet. Oh. Ga maar even daar zitten. Nee, maar het zou toch wel prettig zijn als het ziekenhuis even gebeld. Dan het ziekenhuis. Daan, bel 112 anders hebben. Er moet een dokter bij, hoor. Er moet echt een dokter bij. Geer, er is een dokter bij. En haal nou eens even je kop. Mildred is orthopedisch chirurg. Nou. Het is zo. Ja, maar ik zou het toch wel fijn vinden als er een arts bij kwam. Geer! Nou, maar een dokter is toch niet zo gek? Hij moet even gereponeerd worden. Hè? Houd het even vast. Ja. Even naar achter nu. Oké, tanden op elkaar. 1, 2. Auw! Zo, dat is geregeld. Oh. Zullen we gaan ontbijten? Oh, dat heeft pijn, Moutje. Dat heeft pijn. Maar jij bent dus echt arts. Dokter. Ja, echt. Maar dan heb je dus gestudeerd. Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan? En waarom zou een mooie vrouw geen arts kunnen zijn? Waarom is dat? Jezus, weet ik veel. Ja, dat is nou helemaal zo. Ja, ja, ja. Je ziet toch ook geen vuilnisman op hoge hakken? Of in een tanga? Maar ze is het dus wel, hè? En een hele goeie. Is ze keihard voor gewerkt. Jarenlang. Echt waar? Ja. Wat dacht je nou? Dat ze dat papiertje heeft gekregen omdat ze zo'n mooi smoeltje heeft? Ja. Geer. Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, maar ja, goed, het zou kunnen zijn dat ze... Ja, dat ze wat? Ja. Ja, dat ze heel aardig voor de professor is geweest. Ja, op het practicum. Zie je nou. Zie je nou wel? Ja. Nou, jullie zijn wel zo'n beetje de dwarsdoorsnede van de mannelijke bevolking van Nederland. En dus geschikt voor ons proefpanel. De dwarsdoorsnede van de mannelijke bevolking van Nederland? Daan en ik? Nou, dacht ik niet, hoor. Jawel, jullie zijn ook van die kleinzerige, slampamperige nepmacho's. Dus representatief voor 99% van de mannelijke bevolking. Maar ik geloof toch echt niet... Hou je mond, Geer. Ja, maar mijn vader is... Kop dicht, Daan. Het enige wat jullie moeten doen is antwoord geven op mijn vragen. Oké? En waar is dat dan voor? Ja, ik begrijp het ook niet helemaal. Ja, gewoon antwoord geven op mijn vragen, oké? Oké, oké. Ja, nee, oké. Oké, fijn. Oh. Stel je voor, je ligt in het ziekenhuis met iets wat niet fijn is. Dus een vinger uit de kom, gebroken been, geslachtsziekte, gordelroos. Maar het is niet fijn, hè? Dan komt een verpleegster en die zegt, de dokter komt zo. Nou, dan komt de dokter. En dan wil ik dat jullie zeggen of je denkt of het een goede dokter is. Nou ja, zeg nu maar gewoon alleen wat je denkt als je die dokter ziet, oké? Oké. Dan komt nu Mildred. En ze ziet eruit zoals ze gewoonlijk naar het ziekenhuis gaat, hè? En dat is dokter nummer 1. Mildred. Wat denken jullie? Nou, wat denken jullie? Zou ze een slipje aan hebben? Oké, dit is ook een mogelijkheid. Dokter nummer 2, Mildred. En dan nu dokter nummer 3, Mildred. Oh. Ja, dokter, ik heb verschrikkelijke pijn aan mijn vinger. Ja, en mijn keel speelt een beetje op. Oh, oké. Dit wordt het dus. Wat? Dus, je wil zeggen dat je verder zo door het leven gaat? Ja. Maar nee. Zonde, er zijn meer goede dokters dan lekkere wijven. Ja. Dat lijkt toch voor ons. Dus je offert het beste van jezelf ook voor zo'n stomme carrière? Nee. Jawel dus. Jawel dus. Praktisch feminisme. Ja. Praktisch feminisme. Ja. Oh, dat woord heb je ook. Tuurlijk. Hey, wij hoeven de wereld niet te veranderen. Nee. Hoor. Als we onze zin maar krijgen. Hey, zo toch? Is het, ouwe jongen. Hey. Ja. Mout, waar ben je nou allemaal mee bezig? Ja, wacht, ik ben zo klaar. Zo klaar? Klaar met wat? Ik ben me aan het prepareren voor de nacht. Wat is het dan vannacht? Oh, gewoon. Maar waarom duurt het dan zo lang? Ik ben klaar.
Holy shit. Maud, je ziet er geweldig uit. Waar heb ik dat aan te danken? Praktisch feminisme. Maar jij ziet er juist waanzinnig uit. En? Ik wil dat jij heel erg aardig voor me bent. Oké. Ik zal ontzettend aardig tegen je zijn. Ho. Nee, zeg. Dit kan niet. Hé. Hey. Wat? Beetje afstand houden, hè? Maar wat krijgen we nou? Ik sta al eens een vier. Dat kun je niet maken, Maud. Anders gaat mijn make-up eraan. Kreuk mijn nachthemd. Ja, het is kijken, afstand houden en nergens aankomen. Ja, knult is steen of tanden. Zit daar nou. Ja. Hé, hey, nepmacho. Ga je nou slapen? Ja, maar dat moest ik toch van jou? Nee, natuurlijk niet. Wat moet ik dan? Ja, laat maar. Ik ga slapen. Wat mag ik doen? Mannen, stof je uit.